Vandaag maken we blondies. De variant dus van de brownies met witte chocolade. Wat hebben we hiervoor nodig? 100 gram witte chocolade, 95 gram boter, 2 eieren, 95 gram bruine suiker en een zakje vanillesuiker en 100 gram bloem, zelfrijzende bloem. Het eerste wat we gaan doen is de helft van de chocolade samen met de boter au bain-marie smelten en de oven voorverwarmen op 180 graden. Terwijl de boter en de chocolade au bain-marie aan het smelten is, kunnen we de witte chocolade de overschot al in kleine stukjes snijden. Wat je ook kan doen, is er eventueel wat noten bij doen als je dat graag hebt. Nu gaan we de suiker met de eieren opkloppen. En dan doen we er nu het boter-chocolademengsel bij, de bloem en als laatste de fijn gesneden stukjes witte chocolade.